Dag lieve kijkers, I'm back. Ik was heerlijk op vakantie, eerst in Spanje en vervolgens in Italië. Ik ben daar plotseling bevallen. Dat heeft ze toch, ondanks dat ik een grote mond heb, best wel ingehakt wat ik allemaal heb meegemaakt. Dag lieve kijkers, I'm back. Paulien hier. Het heeft heel erg lang geduurd voordat ik weer die vlogcamera heb gepakt. En dat kwam gewoon omdat ik alles even weer op een rijtje moest krijgen. Ik heb gelukkig geen complicaties gehad. We hebben gelukkig geen complicaties gehad met Diet. Maar toch moest alles eventjes weer in het goede... alles moest weer een beetje rijlen en zeilen gewoon. En dat had even zijn tijd nodig. De tijd die ik over had, was ik gewoon toch bezig met mijn gezinnetje. En de situatie een plekje te geven. Dat heeft ze toch, ondanks dat ik een grote mond heb, best wel ingehakt. Wat ik allemaal heb meegemaakt. En ik ben me er heel erg van bewust dat ik een randprematuur kindje heb. Dus niet een mega prematuur kindje van 26 weken. Of wat zeg ik, van 4 of 25 weken. Maar van 2, 33 weken. Maar toch... In Italië, zonder Nederlands sprekende artsen. Dus het was best een hectische zomer is dat geweest. En helemaal als je dan terugkomt en niet de normale kraamweek hebt, maar meteen na een maand ziekenhuis de drukte weer over je heen krijgt. Hij ligt heerlijk aan de fles, want ik heb 6 maanden lang borstvoeding gegeven. Maar ook dat was op een gegeven moment best veel met het werk wat ik ernaast deed. Nou heeft hij wel sindsdien een enorm droge huid, dus dan voelde ik me meteen weer schuldig. Dus ik ga even kijken, misschien is dat wel een leuke vraag voor de kijkers die daar ervaring mee hebben. Moeders, andere moeders of vaders of oma's. Die ook een kindje hebben met toch wel een eczeemhuid. Ik zal het zo direct even van dichtbij laten zien. Ik twijfel soms of het ook door fruit komt. Dat hij dan krijgt, want hij krijgt ook wel hapjes. Maar daar ben ik dus nog niet helemaal uit. Dus heel erg leuk als jullie hieronder misschien eventjes adviezen kunnen geven. Misschien hebben jullie er dus wel ervaring mee. Rijn is wakker, hoor je dat? De babyfoon. Ja, Rijntje, mama komt! Kijk. Rijntje! Oeh! Ja, Diet, je broer roept. Dat is dus zo leuk van twee kinderen. Dan zit je dus de ene fles te geven en de ander wordt dus nu wakker van zijn middagslaap. Zat die dwars? Kijk, en dan kan je meteen zien zijn eczeem. Zien jullie dat? Hele rode plekken heeft hij. Dietje, we moeten even je eczeem. Zie je dat zo zielig? Oh ja, dat ben jij. Dat ben jij. Maar goed, ik ga jullie dus helemaal volgen en meenemen in mijn leven. In de hoogtepunten elke maand. En dan, bij deze excuus dat ik het zo slecht heb bijgehouden afgelopen half jaar. Maar dat ze nu ongetwijfeld wel begrip voor hebben. En ik heb gewoon zin om weer lekker voor Mommy Proof te gaan vloggen. Nou jongens, we staan nu voor het ziekenhuis in Italië. Het is vandaag 20 juli. Dus Dietje, mijn kleine baby, is 20 dagen oud. Dus voor de mensen die het nog niet weten. Ik was heerlijk op vakantie. Eerst in Spanje. En vervolgens in Italië. En daar voelde ik me niet helemaal lekker. En lang verhaal kort. Ik moet goed filmen met het licht. Ik ben daar plotseling bevallen. En hier achter mij zien jullie het ziekenhuis. En ik heb in alle eerlijkheid door toch wel vermoeidheid. En de stress die erbij komt kijken. Dat je dus in het Italië moet bevallen. Het regelen bij het consulaat en de ambassade voor een paspoort. Zo'n laissez-passer. Zo'n noodpaspoort. Ben ik er niet aan toegekomen om mensen te antwoorden op WhatsApp trouwens. Voor lieve berichtjes. Dus dank jullie wel allemaal. En dat komt gewoon puur omdat ik, wat ik al zei, geleefd werd. Ik geef borstvoeding. Dus het was... Kolven, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Want hij ligt op de couveuse afdeling. Hij is nu wel net boven zijn geboortegewicht. Hij woog bij zijn geboorte 2065 gram. En heeft heel lang onder de 2 kilo, onder de 2000 gram gewogen. Dus hij lag op de couveuse afdeling. En ik ga proberen, ik denk niet dat het mag, maar dat we er eventjes een stukje kunnen filmen. Dat jullie de primeur hebben, hoe die eruit ziet. Nou, in het ziekenhuis mag niet gefilmd worden, maar ik laat jullie even stiekem snel zien. Dit is een kamertje waar ik elke keer, want alles moet steriel zijn, schoentjes aan moet doen. Om mijn slippers heen, om mijn voeten heen. Een groen pak. Heel goed mijn handen wassen hier. Want alles moet steriel. En wie weet mogen we daar even filmen. Ik ben bang van niet, maar misschien tot zo. En anders tot later. Knap hè, zonder make-up.
Waarom herken ik me niet eens meer met de make-up op straks? Nou, voor de mensen die nu kijken en zich afvragen wat ik aan het doen ben. Ik ben even aan het kolven. Ik heb al één borst gedaan. Nou, ik heb overigens het luxe probleem. Ik zeg luxe probleem dat ik liever te veel heb dan te weinig. Dat ik dus te veel melk heb. En dat is ook niet heel erg fijn, kan ik je vertellen. Want Reinier kreeg het vroeger al. En nu mijn kleine Diederik kreeg continu een fontein van... En een vloed van melk binnen en in zijn gezicht gespoten. Hier noemen ze dat een fontani de latte. En ze maken steeds grapjes hier in het ziekenhuis dat ik latte heb voor Tutti Toscani. Nou heb ik dus, het geloof je niet, maar gesprekken hier gehad met verplegers en artsen om mijn melk te doneren aan het ziekenhuis voor babytjes die moeders hebben die geen borstvoeding kunnen geven of niet hebben. Toen heb ik daar uiteraard aan mee willen werken, want ik heb zoveel melk. Maar wat bleek, ik mag het helaas niet doneren, omdat ik ooit mee heb gedaan aan het programma Echte Gooise Meisjes in de Jungle. Weliswaar 100 jaar geleden, maar ik heb toen in de open lucht in Zuid-Amerika, want Suriname is natuurlijk het zuiden van Amerika, heb ik daar in de jungle in de open lucht geslapen en dan kunnen ze het risico niet nemen. Ik kon helaas mijn melk niet doneren, dus nu ben ik maar gewoon nog steeds aan het tappen voor om mijn borsten leeg te kolven, dat ze minder pijn doen. Nou, een heel saai en lang verhaal was het over borstvoeding in mijn vlog. Zullen heel veel moeders kijken, moeders, mommies to be, die ook borstvoeding gaan geven of het al hebben gedaan en die mij hier wel in herkennen. De laatste keer dat jullie mij in mijn vlog zaten, zat ik nog in Luca, in het ziekenhuis, te kolven. En inmiddels, jawel, kijk, met Ans. Oh, daar ben ik. En hier, kijk, jawel, is kleine Diet. Ik ga proberen zo direct eventjes, als jullie even wachten, even een blik te werpen naar hem. Hij ligt een knappe man, een heerlijk te loungen. Die is heel erg dapper, want hij heeft een hele grote reis achter de rug. Want we zitten in de ambulance vanuit Luca, echt top. En we zijn nu bijna thuis, bijna in Tergooi, in het ziekenhuis. Waar hij eventjes de observatie, waar ze hem even na gaan kijken en of het allemaal goed gaat. Maar hij doet het mega goed en ik ben super trots op hem. En hij heeft een flinke reis achter de rug. Kijk eens wat een knappe beer hier ligt. Oh, het is hier lief en knap, hè. Onze kleine Diet. Diederikje. Dom Diet. Onze Italiane. Onze Italiaan. Ja. Mama is zo trots op de kleine Diederik.